de vloggertjes van de vlog. Het is weer tijd voor een nieuw vlogje en ik ben vandaag in Antwerpen. Hier is een zoo. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga niet naar de zoo en ik ga vooral ook niet alleen op pad vandaag. Nee, mijn BFF is erbij. Hallo! En voor de mensen die denken, oh my god, nee, die knuffel, wat doen jullie nu? Aaron is mijn knuffelcontact. Ja. Allee, ik bedoel, dat is ook mijn beste vriend, het zou een beetje raar zijn als dat niet te dicht komen. Hè. Als dat niet mijn knuffelcontact zou zijn. Leuk weetje over Aaron. Aaron die gaat meespelen in Like Me. Dus wij gaan vandaag naar de Smile Like Me Expo! Ik dacht dat het zo super rustig ging zijn in Antwerpen, maar het is echt heel druk. Aaron is even aan iemand aan het uitleggen hoe je meisjes moet versieren. Oké, Aaron, ik denk dat we er zijn. Zijn er zo dingen dat we moeten weten van de expo voordat we binnen gaan? Het zijn niet de echte sets, hè. Dus het zou eigenlijk allemaal keigoed moeten nagebouwd zijn. We zijn toegekomen aan de Smile Like Me. Ketnetvlag, dus ik denk dat we juist zitten. Ja. We hebben onze spullen even in een locker gedaan. En het is tijd om naar binnen te gaan. Oké. Okay. In het SAS. En Aaron, ik heb voor jou een envelop, want het zou geen coole vlog zijn als er geen coole challenge aan komt. Nee, dat is waar. Dus hierin zit een kaartje, dit kaartje, en daar staan allemaal challenges op, want we moeten natuurlijk eens testen of het wel de moeite is dat je mee gaat doen in seizoen 3 of dat je wel de geschikte persoon bent. Oh, maar ik heb wel keizware audities gedaan. Ik heb moeten zingen, moeten acteren, moeten dansen. Mhm. Oké, maar dat was bij de mensen van die audities, dat was nog niet bij ons. Nog niet bij de Ketnetrappers. Nee, en de Ketnetters die nu aan het kijken zijn. Nee. Dus vandaag gaan we testen of Aaron hier wel de geschikte persoon is. 3, 2, 1, let's go! Go. In de expo moeten we natuurlijk alle regels van corona ook respecteren. Afstand houden, handen ontsmetten, mondmasker aandoen. Maar als we bij de decor staan, als je op de foto wil, dan mag het mondmasker even af. Dus geen zorgen, we zijn hier niet met illegale praktijken bezig. Het is volledig volgens de regels. Oké, Aaron, het is tijd voor de eerste challenge. Oké. Haal het kaartje er maar uit en kijk maar eens goed wat erop staat. Challenge staat erop. Ik moet een recap geven van seizoen 1 en 2 om het geheugen nog eens op te frissen. Oké, wat is er allemaal gebeurd? Seizoen 1, dus je hebt het nieuwe meisje op school, Karel, die valt. En die kust dan bijna met Vince. En dat gebeurt nog eens, want ze valt in het water. En wat gebeurt er dan nog? Vince rijdt met een brommer. Ze kust op het einde nog met Vince, toch? Oké, dat was al. Oei. Dat was al een recap van seizoen 1. Ik weet niet, het ging niet super vlot, hè? Als we eerlijk zijn. Oké, seizoen 2. Oké. Aaron, misschien voor de recap van seizoen 2. Ik kan Vince je even helpen, die is hier toch ook. Ja, die is aan het rokken. Die is hier toch aan het rokken in het bos. Dus ga er maar even naast staan. Recap seizoen 2. Oké. 3, 2, 1, go. Dus wat gebeurt er in seizoen 2? Dus dat begint met echt een super mooie scène. Caro en Vince, ze ontmoeten elkaar weer in de Ardennen. Kei mooie dans, kei mooi gekust, bla bla bla, verliefd. En dan, lijkt toch allemaal een droom te zijn van Caro. Wat dat verschrikkelijk was, die plot twist, want iedereen dacht, oh my god, het is zover, ze zijn samen en dan was het niet. Inderdaad. Jamie heeft een nieuw hemdje aan, dat weet ik. Maria komt erbij, Scott komt erbij. Trouw. Ah ja, en dan is er ook nog, dan eindigt het bij een grote trouw van zijn papa's. Van zijn papa's in het bos. Oké, het is geslaagd, half en half, maar ik denk dat we eens moeten zien wat de volgende challenge is, want ik ben nog niet overtuigd. Ik weet niet, ik heb net eens hoe het met jullie zit, maar voor mij zijn nog niet door de auditie. Tijd voor challenge nummer 2. Roepen met Vince en Scott. Het is geen kaka, maar wel een kakkerlakka. Moesakka? Allee, denk na. Seizoen 2. Hakka. Ja. Oké. Ja, dan gaan we eens rondkijken, hè, waar dat ergens is. Waar gaat dat zijn? Sowieso op een sportveld. Liefde is een kaartspel? Nee, hè? Nee. Oh, hier. Ik zie al de cheerleaders. Oh, we zijn er. Amai, dat gaan we geven. Oké, let's go. Okay.
Opzij. We hebben ongelofelijke haar. Super. Ja, het was echt super. Okay. Uw haar ligt er ook mooi op. Nee, maar echt goed. Ja, toch? Ja. Wat denk je, Sally? Vond je de hakka van Aaron een beetje goed of niet? Ja, het was de beste hakka dat ik ooit heb gezien van mijn leven. Ja, zeker? Ja, echt wel. Dat was de beste hakka dat ik ooit heb gezien. Hé, dat is zo lief. Klaar om te poseren? Tijd voor een fotoshoot. Yes, 3, 2, 1. Andere foto. Andere. Oké, zoals Vince op een foto zou staan. Zoals Kot. Zoals Caro. Zoals Camille. Zoals Sally. Zoals Jemi. Voilà. Tijd voor opdracht 3. Tijd voor een kus. Ga op de foto met je crush. Oh, vertel, wie is je crush? Durf niet. Allee, vertel. Vertel. Durf niet. Allee, Adam. Oké, ik zal een paar tips geven. Heel veel mensen hebben een crush op. Het is eigenlijk echt de mooiste persoon dat ik ooit heb gezien. Er is nog geen dag voorbij gaan dat ik er niet aan heb gedacht. Oké. Maar ik ben blij dat ik het eindelijk kan laten zien aan jullie. Oké, Gloria, zit je er klaar voor? Ja, zijn we er? Ja, ik heb een beetje zweet ook zo. Oei, ja, ik ruik het. Is die? Echt? Ja. Is die dan moeten zijn? Ja, het is... Ik denk dat iedereen het wel kan raden. Ik vind het kei mooi hier, het is super gezellig en je komt natuurlijk wel in een romantische sfeer, hè? Ja, tuurlijk. Dus... Het is tijd om op de foto te gaan met je crush, hè? Dit is Dubois. Aaron, ik vind dat je het al goed aan het doen bent. Dat was challenge 3 van de 5, dus nu nog 2 te gaan. Okay. En dan gaan ik en de kennetters beslissen. Of je mocht meedoen, hè, seizoen 3. Dus, dus het kan wel nog dat ik niet meedoe. Ja, kan zeker. Er staat hier heel veel op het spel, hoor. We zijn hier natuurlijk niet om porselein te zingen, want dat dacht je waarschijnlijk al. Nee. We zijn hier voor challenge 4. Dus je mag het kaartje uit de enveloppe nemen. En dan gaan we eens kijken wat jij zo meteen hebt moeten doen. Oei. Ja, er staat en nu alles tegelijk. Wat bedoel je daarmee? Oei, laat me eens lezen. En nu alles tegelijk. Ah, ja, Aaron. Super logisch. Wat bedoelen we daarmee? Iedereen weet dat jij kan zingen. Iedereen weet dat jij kan dansen. Maar kan jij ook die twee dingen tegelijkertijd? Oei. Ja, dat is de vraag. Hè? Want natuurlijk, als je Like Me hoort, dan denk je automatisch dansen en zingen tegelijk. Allee, ik heb het. Ja, dat is eigenlijk een vereiste om mee te kunnen doen. Dus ik denk dat het tijd is voor een beetje karaoke. Maar ik zal het jullie bewijzen. Ja. Het is tijd om te laten zien of je kunt dansen en zingen tegelijkertijd. Ik ga een nummer voor jou kiezen. Deze. Maar waar is je gekozen? Dat zult je wel zien. Oh mijn god. Hier zijn we. Welkom. Je hebt er maanden naar uitgekeken. De koude winter wou maar eens niet om. Oh my god, hij kan zingen! Dagen langs de golven, langs de weken. Maar eindelijk, waar was hij dan? De zon. Het is al weg. Het is weer voorbij, mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mij. Het is heel die zomer alweer lang voorbij. De wereld was in bol van licht en leven. Van zonneschijn en heel veel zonnebrand. De paddenstroom om verder te zweven. En in die kleren schuren is de kant. Oké, Camille. En dit. Schuurgrond. Ik leef een lang verweer.
Nice! Echt, hè? Ik zou zeggen, opdracht 4 is geslaagd. Over naar de laatste opdracht. Misschien moeten we voor de laatste opdracht naar het coolste deel van de expo gaan. Is er nog een cooler deel dan alles wat we hebben gezien? Ja, maar echt. Dat is, ik ben hier al één keer geweest en dat is echt het coolste wat ik ooit heb gezien. Oké. Okay, ben je er klaar voor? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Oh! Wow! Wow, dat is een ballenbad! En Aaron, ik zou eens op die rode knop drukken. Hier, druk er maar eens op. Is diep zo diep? Dieper dan het diepste zee. Ja? Het is tijd voor de allerlaatste opdracht, de vijfde challenge. Ja? Wat betekent Like Me voor jou? Oh. Wel, ik zal het je eens vertellen. Het ding is, ik denk dat iedereen het er wel mee eens is dat Like Me echt het beste programma van deze eeuw is. Dat sowieso. En dat is dus een enorme eer om daarin te mogen meespelen, sowieso. Maar wat dat zo cool is, vind ik, en zeker het verhaal in seizoen 3, is dat ik iets ga spelen dat ik nog nooit heb gespeeld. Dat sowieso. Het wordt gewoon super spectaculair. Het is echt mijn grootste dingen. Hele grootste dingen. En daarom is Like Me gewoon een kans uit de duizend. Dat kan ik zeggen. Voilà, Aaron. We zijn erdoor. Ja? We hebben heel de Smile Like Me gedaan. Je hebt alle challenges gedaan. Dus is mijn vraag ook, wat denk je? Ben ik geslaagd? Mag ik het spelen? Ik ga eens even kijken naar de kidnappers. Wat denken jullie? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, jij bent duidelijk iemand die heel erg van Like Me houdt. Mm-hmm. Die verliefd is op Vince. Dat zijn ook alle Like Me-fans. Je kan dansen, je kan zingen, je kan het tegelijkertijd, je kan acteren. Je weet heel goed waar je mee bezig bent. Ik denk dat jij de geschikte persoon bent voor Like Me. Ja? Ja. Oké, top. Het is wel mijn vlog natuurlijk. Dus dag!